Aan, handen aan het stuur. Oh, sorry, maar ik ben zo blij met mijn nieuwe laserzwaard. Het is geen echt zwaard, pap. Je hebt het net gekocht bij een souvenirwinkel. Ah, voor mij is het echt. En hij heeft een echte laser, hè? Niet zo'n plastic staaf als toen hij klein was. Het is gewoon een speelgoedding. Wie heeft er nou nog een zwaard? Yoda, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Luke Skywalker. Echte mensen, pap. Geen filmpersonages. Je vader is nu eenmaal een onverbeterlijke romanticus. Ik heb gewoon mijn hele leven een Jedi willen zijn. Met mijn eigen laserzwaard het kwaad bestrijden. Het is toch gewoon flauwekul? Star Wars is een kinderachtig sprookje. Kijk eens om je heen. Ja, dat doe ik. We leven in de tijd van Star Wars. Iedereen vliegt in zijn eigen ruimteschip tussen de sterren. En zie jij één iemand met een zwaard? Behalve een sneuwe oude man met een kinderzwaard... gekocht in de souvenirswinkel van Sagittarius Alpha. Zwaarden zijn uit, overbodig, verleden tijd. Ik vrees dat ze een punt hebben, liever. Nou, daar ben ik het toevallig niet mee eens. Wat moet je met een zwaard tegen een stunner? Of tegen een dubbeloops lasershooter? Nou, een echte Jedi kan die schoten afweren. Maar er zijn geen Jedi's, pap. Die zijn verzonnen. En als ze er al waren, werden ze zo neergeknald door een AI-gestuurd laserkanon. Zwaarden zijn passé. Ja, dat is wel waar. Soldaten van het intergalactisch leger dragen toch ook geen zwaarden? Schermen is zelfs geen sport meer op de Olympogalactische Spelen. Veel te ouderwets. En toch ben ik blij met mijn laserzwaard. Nou, dat mag je best zijn, lieverd. Maar je moet niet denken dat je ooit een Jedi wordt. Kan me niks schelen. Oh. Ah. Oh! Wat is dat? Een Sagittariaanse lord! Die is net binnengekomen toen we stopten! Nee, maar die zijn hartstikke giftig! Oh. Weg hier, jullie! Obi-Wan Herman, los het wel even op! En is er nu nog iemand die vindt dat zwaarden totaal overbodig zijn? Nee? Mooi zo.